Gwen Jansen, jij bent filmmaakster, bekend van Nederland Whiskyland. En je hebt nu ook een soort sequel gemaakt op die film. Vertel eens. Ja, het is een klein vervolg eigenlijk op Nederland Whiskyland. Ik had die film naar buiten gebracht en daarin hoor je dus dat ik vertel dat ik op Curaçao voor het eerst kennis maakte met whisky, maar op een hele andere manier. Dus toen werd ik benaderd door de grootste importeur van Curaçao, de whisky-importeur. En die wilde wel eens praten. En die zei, wist jij wel dat Curaçao het tweede land is ter wereld als het gaat om whiskyconsumptie per hoofd van de bevolking? Oké. Okay. En toen zei ik, nee, dat wist ik niet. Dat vind ik wel een mooi nieuwtje. En toen zei hij, ik zou het leuk vinden als je ook eens de whisky gebruiken op Curaçao filmt. Maar wij zijn hier speciaal voor de Spirit of Amsterdam onder andere gekomen om aan jou te vragen om dat eens te demonstreren hoe dat eruit ziet. En, en wat zo'n beetje de gebruiken daar zijn op Curaçao. Kun je daar wel wat laten zien? Wat is de manier zoals jij hem kent? Nou, in eerste instantie moet ik vertellen, kijk, op Curaçao drinken ze het altijd, whisky. Het is niet zo van, we doen het alleen 's avonds of ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Het is natuurlijk gewoon in het dagelijks leven, in de kroeg. Maar de gelegenheden waar ze het ook vooral gebruiken, begrafenissen, vissen en domino. En daar zijn de gebruiken eigenlijk hoe ze drinken op aangepast. Bijvoorbeeld bij domino, daar klap je heel hard op de tafel soms met een steen. Dus als je een gewoon fles hebt of een klein glaasje, gaat dat om. Dus dat glas hebben ze geschipt. Ze hebben bedacht, we pakken een platte fles. Okay. Dus bij domino drink je het met een botterplat. Ja. Dit is de botterplat. Dat is eigenlijk wat wij een beetje de heupflacon noemen. Waarom? Want die leggen ze plat. Botterplat. Dus als ze dan stenen zo doen, kan niet omvallen. Dan kan niet omvallen. Ah, okay. En dan denk je, hoe drinken ze het? Dan pakken ze het dopje. En dan pakken ze het dopje. Hoe drinken ze het? En dan gaat die whisky in het dopske. Oké. Okay. En je kunt weer verder. Ja, ze pakken gewoon een flink glas. Een flink glas. Daar mieteren ze ijs in. En dan gaat daar whisky in. Nou, nooit eigenlijk dit. Ze drinken vooral white label op Curaçao. Okay. Het is echt alleen maar white label. Echt. Allemaal blend. Nou, moet ik het echt doen zoals ja, zij doen? Ja, laat maar zien. Dit is niet een... Het gaat de manier waarop. Hè. Dat willen we zien. Zo, een flinke sloot. Ja. Maar dit is... Nee, het is daar niet kinderachtig. Oké. Okay. En dan gaat er... Een blikje. Dan gaat er cola bij. Klein blikje, want het gaat om de whisky. Ja. Het kan ook spa rood zijn. Okay. Cranberry juice drinken ze het ook heel veel mee. Chudrons. Dat je toch even je vitamine binnenkrijgt. Maar als ik dit nou doe, wie drinkt hem dan op? Dat vind ik zonde. Nee, dat komt wel goed. Ja? Dat komt wel goed. De avond is nog lang. Ja. En dan een citroentje erbij. Kan, of niet. Rietje. En dan in een rietje, die heb ik hier toevallig niet, maar dan opdrinken. Oké. Okay. Nou, slantje zou ik zeggen. Daar heb ik al een slokje van. Gwen, zoals we al zeiden, jij hebt die film gemaakt, Nederland Whiskyland. Daar ben je natuurlijk heel veel malt whisky ook tegengekomen. Nou, ik heb een fles meegenomen. Ja. Ik heb er zelf al aangezeten, zal ik je bekennen. Ik weet niet of het jou lukt om hem eruit te peuteren. Zo. Ik moet hem even onder dat voetje. Ja, dit is fantastisch. Heel mooi gemaakte whisky. 25 jaar oud. En dat wordt natuurlijk op een andere manier gedronken. Jij kwam dat op een gegeven moment, zal ik hem even voor jou inschenken. Want de aanleiding om eigenlijk die film te gaan maken, dat had onder andere met deze glaasjes te maken, of niet? Ja, want je moet je voorstellen, ik kom uit deze wereld. En dus dat stond gewoon altijd op tafel. Dat werd altijd gedronken door mijn neven en mijn ooms. En ineens zag ik grote mannen met baarden, een beetje zoals jij, die zag ik urenlang zo'n glasje pakken, ruiken, banaan, een half uur chocola, nee, vanillechocola, nee, het is chocola met nootjes. Nou, dat zit, je doet het aardig, dat zit heel aardig in deze. Nou, toen dacht ik, dat kan gewoon niet waar zijn, dat is natuurlijk zo ontzettend groot verschil. Ja. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen en je snapt het ook gewoon wel. Dit is gewoon wel zo verfijnd en zo lekker. Dat is gewoon zonde om dat zo weg te klokken. Ja, die film laat je eerst in Curaçao zien? Ja, de importeur die wil het eerst daar op televisie brengen. En dan komt hij ook hier naar buiten. Maar jij mag alvast voor de Spirit of Amsterdam een paar sneak preview stukjes laten zien als leuk. Je wil. Dat is maar, het is verder nog nooit vertoond. Nee. Ah, top. Ik zie je bij de Spirit of Amsterdam, hè? Ja, hartstikke goed. Ja.